hobby, passie, vissen. Gaan jullie eens met visserij doen, jongens? Dat is wel onderdeel van ons project, ja. Ja, klopt. Ja. Jullie zijn van welke school? Groene Welle, Zwolle. Ja. Groene Welle, Zwolle. En wat hebben jullie bedacht? Gemeente Dalfsen heeft ons gevraagd om ruimte aan de Overijse Vecht te geven. En we hebben op basis daarvan van bepaalde eisen hebben wij dan projecten opgezet. En zodoende zijn we bij een ontwerp gekomen. Meer ruimte voor de vecht, met name dicht bij Dalfsen, bij het dorp? Ja, meer ruimte voor de vecht, maar wel recreatie en natuur, dat zijn wel de pijlers. Oké, en wat hebben jullie gedaan? Wat gaat er gebeuren? Behalve meer water, denk ik? Ja, we willen dat de brug bij de vechten zijn, de rode loper voor Dalfsen. De blauwe loper, toch? De blauwe loper, zo kunt u het ook zien. Maar hier, dit is de huidige situatie. Zoals je kunt zien is het hier nogal wat weinig groen en al het water moet hier langs. Ja. En onze nieuwe schet hebben wij hier meer ruimte voor het overstroming. Dit is een oude nevengul en die hebben we losgegraven. En dan komt de dijk komt eigenlijk door het water heen. Dus dan loop je eigenlijk over het water heen. We hebben twee zijdes. Aan deze kant wordt de recreatiezijde met een strandje, met een zwemplas. En deze kant wordt de natuurzone. Met ruimte voor de otter, de ijsvogel, de beven. Met bevenbossen. We willen gewoon meer recreatie en natuur. Dat hele gebied wordt onder water gezet, permanent? Nee, dat wordt niet onder water gezet, maar dit mag ook, lichtblauwe mag overstromen. Dus in de winter staat de vecht meestal hoog door al het water dat vanuit Duitsland komt. En dan staat het hoger. Dus hier gaan we zwemmen, zeg maar, dicht bij het dorp. Waar nu het evenemententerrein is. Of zo. Ga je een gat graven, dan gaan mensen zwemmen. Mag dat in vechtwater? Moet natuurlijk wel, het water moet wel op kwaliteit beoordeeld worden natuurlijk. Dat is wel, maar dit is een plan, hè? Dus er kan nog heel veel. Het kan worden afgesloten in ieder geval. Ja. Dat het water. En heb je de gemeente al gesproken over deze resultaten? Nou, we hebben het plan in ieder geval ingeleverd. Vandaag was de datum. Dus waarschijnlijk krijgen we binnen de komende maanden feedback en kijken wat ze mee doen. Oké. Okay. Maar met visserij, ik zie er allemaal plakaten van sportvisserij, aquacultuur, wat heeft dat ermee te maken? Het zijn eigenlijk twee opleidingen, bos- en natuurbeheer en visserij. Want dit meer, de klas was ook groter van de vissers. Dus bos- en natuurbeheer, die heeft ook die inrichtingsplannen gemaakt met de flora en fauna. Ah, okay. Dus dat zijn meer jullie opleidingen, zo die zo heten? Ja, alleen de vissen, de KW-waren, die hebben zeker wel mee, horen zeker wel bij het plan. We hebben ook rekening gehouden met ontwerp dat bepaalde vissoorten die in de vecht horen meer habitat krijgen. Nou, het lijkt mij vrij makkelijk. Een gaatje graven en dan. Ik heb wethouder Van Leeuwen al even gesproken en die was heel enthousiast. Maar dat komt waarschijnlijk ook omdat hij op jullie school gewerkt heeft. Ja, dat ook nog. Objectiviteit is ver te zoeken. Maar gelukkig is wethouder Van Martels in de jury. Dus die is waarschijnlijk wat onafhankelijker. Ik durf niks over te uitladen, maar als het goed is wel. Jongens, kijk. Ja, hoi.